kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smals. Ja, nou zou ik me eens even voorstellen. Ik ben Theo Knippenberg. Oh nee, Trebor is het. Dat is mijn nickname. Ik ben Trebor Knippenberg. En ik kom solliciteren als hofkapper. Ja, ja. Ja, die is gestopt vorig jaar. Ja, dat was Laurent. Die had dat 17 jaar gedaan. Oh, dat hou ik niet vol. Als ik het word, hè. Als ik het word. Ja, oh. Nee, maar 17 jaar gedaan. En ik weet niet of je die kent. Laurent. Laurent is een man. En die heeft... Ja, is een man. Ja. En die had een snor. Met van die hele lange punten. Ja, die zijn bijna net zo lang als die punten van de boord van de driek. Ja, maar dan niet zo stijf. Ja, nou, ja, en over de driek ook verder niet zoveel zeggen, want oh, vorige week ben ik me toch gevat in een driek. Oh, had hij me opgesloten? Ja. Zo, oh, doe nog pijn. Ja. In mijn hart, hè? Oh, verschrikkelijk zeg. Ja, dat was echt eng. Maar goed, maar niks meer over zeggen. Maar in ieder geval, ik kom solliciteren als hofkapper. Ja, dat heb ik altijd al willen doen. En tenminste, ja, kapper ben ik al heel lang. Maar ja, hofkapper, ja, ik heb altijd al een keer een prins willen knippen. Ja, en scheren. Ja. Ja, en dan vragen die mensen, hè. Je gaat niet naar die mensen toe zeggen, hey prins, zal ik jou eens knippen en scheren? Dat doet hij niet. Dus ik hoop maar dat zo een beetje lukt. En ik heb al een eerder gesprek gehad. Dat was een heel kort gesprek. En dat doen ze tegenwoordig zo vaak. Dan leggen ze een case voor. Dan zitten ze... Neem maar mee naar huis. En dan laat de fantasie er maar op los. Dat heb ik eens gedaan. Ben ik halverwege de week ben ik goed en wel bezig, belt de peer op. Ja, ik moest een case hebben. En dan lig ik eruit. Waar was ik? Oh ja, en de prins. Ja, ik heb al gegaan, prins van de tip. Daar heb ik al gezeten. God, nou ben ik het toch helemaal kwijt in de zee. Nou goed. Als ik dan... Ik kijk even. Wacht even. Oh ja. Nee, die case heb ik ook al gehad. Oh, wat verschut nou. Nou, ik kan wel zeggen... Ik knip beter dan dat ik lul, denk ik. Maar goed, ik ben eigenlijk al wel helemaal into Oeteldonk. Je hebt wel gehoord. Ik ben niet echt een Oeteldonker. Half. Hè? Ik zal niet zeggen welke helft. Ja. Dat is een verrassing. Ja. Maar ik ben wel helemaal in te doen. En ik heb al heel veel bekende Oeteldonks heb ik al geknipt. Moet ik jullie schrijven wie die ik heb zo allemaal geknipt heb. Nee, dat is niet. Nee, breng me de bek niet open, zou ik zeggen. Nee, iemand anders nog? Een thee? Menke. Kiewiet. Nou, ik hoor wel, jullie doen het goed. Nee, dat vind ik altijd wel fijn, hè. Want alleen maar doen het zo vervelend. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld, noem ik even een naam. De Pier. Hallo. De Pier. Oh, dat is zo'n lekkere mens, hè. Och, als hij wou aankijkt met die trouwe natte hondenoren van hem. Ja, dat is helemaal geweldig. En dat vind ik dan zo fijn. En hij heeft ook een vriendin tegenwoordig, hè. Ja, had je lang niet gehad. Had je al wel iets lang. Ja, dat snap je niet. Dat snap je, nee. Op een gegeven moment denk je toch, als je niet kunt fietsen, dan wil je lopen, of zo. Ja, dat denk ik dan. Ik dacht, ik maak misschien nog wel een kans. Maar dat was niet, hij had weer een vriendin. Maar hij moest ze wel over de Oeteldonkse landsgrenzen heen moeten zoeken. Hè? Ja, want hij, over de A2 vond hij zijn A3. En nou is hij gelukkig. En als de peer gelukkig is... Dat dacht ik, ja. En dat is ook wel eens anders geweest, hoor. Oh, hij heeft me dus een verhaal verteld. Hoe was hij ontvoerd, de 3 vrouwelijke criminelen. Ja, toen stond hij in een kroeg. Oh, dat was hier. Dat was in de stallen. Ja.
was in de stal en er komt er een lekker ding, die komt naar hem toe. En zegt van, god, Pier, wilde jij eens met mij mee naar buiten? Nou ja, jullie kent de Pier. Ja. En de Pier kreeg zwond en die zocht zijn indriek en ja, die was toevallig net even roken. Dat doet hij anders nooit. Nee, zei de Pier, ik stoor je goed. Ja, nou, daar had hij gezeten. Maar goed, de vrouw ging weg. Even naar de rand kwam er nog een vrouwke. Hetzelfde kaliber op zo'n lekker ding. En die vraagt hetzelfde. Die zegt er alsjeblieft bij. Oh, had de Pier moeten zien. Nou, de Pier zegt... En de Pier die kijkt zo rond. En die kijkt naar zijn case. En die zit natuurlijk niks. Nee. En ik heb vorige week op televisie gezien. Als er iemand is die weet hoe het is. Dat ze een worstveur houden. Dan is dat zijn case. Maar die zit niks. Maar goed. Pier zou de Pier niet zijn. En... Die zegt, ik doe het niet. Dus dat blijft staan. Maar ja, toen kwam de derde. Ja, hey. Ook de Pier had zijn grenzen. En die geeft hem nog een kusje op zijn voorhoofd. En voordat hij er erger in had, was hij onderweg naar buiten. Echt. En toen wou die drie vrouwen criminelen gewoon helemaal meesleuren. Hè, zo naar buiten, maar dat ging niet. Want de Pier liep voorop. En toen kwam hij hier bij de deur, hè. Bij die drempel, de vloer is in de schoen, de klok, Sint-Jan sloeg 12 uur. Hij denkt, lijkt wel een sprookje. Ja. Nou, en toen verdween hij in de nacht. En toen hebben die misselijke vrouwen, hè, die hebben hem echt waar, die hebben hem een uur gegeven, die hebben hem een dik uur tegen zijn wil in vastgehouden. En toen heeft de Peer zelf nog een uur achteraan geplaatst. Ja, was iets met zijn schoenen of zo, ik weet het. Ja. Maar het over de veiligheid, hè. En dan komt toch bij de ministerraad. Ik weet niet wie dat een beetje doet binnen de ministerraad, veiligheid. Dat doet Paul Plasman. En nou heb ik altijd gedacht, iemand met die initiaal, die initiaal, hè. PP, die zit bij een ander orgaan, ja, ander ding, bij Oetendonkse Club, bij de gemeenteraad. Maar ja, om hem iemand pispaal te maken die Paul Plasman heeft, daar vonden ze te ver gaan. Maar goed, die ministerraad, ja, die heb ik wel eens, ja. En zei, Sander, luister, jullie moeten dat doen met die ministerraad. Oh, Sander, dat weet ik allemaal niet en we moeten allemaal doen. Ja, dan word jij mij en dan noemen we jou Sander. Dat is goed, nou. Hij zei, wat moet ik dan allemaal doen? Want ik weet niet allemaal wat kan. Nou, zei Robert, het enige wat je moet doen is eigenlijk handen op je rug, of in de zakken, moet je zelf weten. Je loopt alleen maar een beetje rond. Je geeft een hoop commentaar, je neemt verder geen initiatieven en alles wat je wat te eten en te drinken ligt, frit en zept erop. Ah, ik dacht dan wel dat ging lukken. Dus heel die club bij elkaar, in een tent, en dan krijgen ze een technische opdracht. En die luidt, bak en een taart, dat is al een paar jaar geleden dit, hè, bak en een taart, waar daar een pop uit de voorschijn komt, en die naar de rand weer vanzelf terug ingaat. Ministerraad klaar. Bak hem maar. Bak hem maar, ja, dat ging. Nou, inmiddels zijn we 3 jaar verder, geloof ik. We zijn nog steeds niet tot aan de finale gekomen. Er zijn inmiddels al wel een paar kandidaten afgevallen. Ja. En dan heb je het over zo'n finale. Er kwam een keer bij mij in de zaak. Want ik knip op de zaak of nee, ik knip op thuis. Ik vroeg wel eens iemand knipt, ik heb mijn happy end. Zeg, neem mijn schaar. Ja, de mens allemaal. Maar goed. Bij die schijn. Nou, en zit hij. Nee, dan ben ik het wel kwijt. Oh, ja, nou, bedankt. Oh, ja, wel leuk. Nee, thuisknip. En in de zaak, en mijn zaak die heet ook kost een beetje. Kost een beetje. En dan staat er boven Knippenberg. Kost een beetje. Oh, wil ik in mijn zaak. Ja. Ja, ja. Nou. Maar in ieder geval, over die finale, en toen kwam bij mij de chef van Kraai, ken je die? Dat is die Prins Carnaval geweest of nog, dat weet ik eigenlijk niet.
in Zandhazendorp. En die plof van mij in de stoel zit hij. Zo, hebben we ook een willetje in de stoel. Hij zegt, sorry, maar hij zei het u eens nou. Er is ook een keer de winnaar van de politieke klets in uw stoel. Ik zeg, ach jongen, Hans de Voort is een vaste klant van mij, die had alles al gewonnen in de bos. Maar altijd de week voor het kwekfestijn. Want dan weet je, de week erop komt jammer in beeld, hè? Dan moet alles goed zitten. En dan plan ik altijd een dubbele afspraak met hem. Bel gewoon op de zaak, hoor. En dan plan ik een dubbele afspraak en doen we een toosje en een wijntje en zo. En dan lult die honderd uit, gezellig. En dan knip ik hem helemaal bij aan alle kanten en zijn wenkbrauwen, zijn oren en alles doe ik dan. Ja, en dan op het einde, dan nemen we samen de uitslagdeur van de kwekfestijn van de week erop. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. En dan doen wij samen de eerste vijf en de andere doet hij zelf. Dan hoef ik niet alles te doen, hè? En dat, maar dat gebeurt eerlijk, hè? Dat is eerlijk. Want dat doen wij ons de beurt en voor die laatste doen we tossen. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Ook moet ik even kijken. Maar goed, en als dan Peter de kant klaar is, dan word je een beetje ongeduldig. Hè? Dan wil hij weg, dan wil hij weg. En dan zeg ik, tel maar terug vanaf 67. En als je bij 0 bent, ben je klaar. Nou, dat kan niet, hè? Nou, begin je terug te tellen. Maar goed. En als ik aan Peter de Kasten denk, dan denk ik ook aan Hans de Voort. Ja, dat komt altijd een beetje samen met mij. En die Hans de Voort, oh, ik had hem net al genoemd, hè. Die is groot, hè. Oh, je weet zelf niet hoe groot dat die is, echt. Als die met mij binnenkomt, echt waar, dan komt hij zo binnen onder de deur en zegt, hey Hans, je bent wel groot, maar niet zo groot als dat je zelf denkt. Ja. Nou, en hij komt regelmatig bij mij, met regelmaat moet ik zeggen. En dan ploft hij in de stoel en zegt hij, Trep, doe maar hetzelfde als vorige keer. Alsof ik dat weet van een jaar geleden. Hallo. Mijn groot oren en een slurf hebben geen olifantengeheugen. Echt niet? Maar de laatste keer, dat was gewoon een beetje vervelend. De laatste keer, toen zat hij bij mij zelf te knippen en te doen en oh, te kammen en proberen er iets van te maken. En toen zit hij, Trep, ik zeg aan zijn Hans, hij zegt, ik ga naar een andere kapper. Oh. Ik zeg, wat zeg je me nou Hans? Ja, hij zegt, ik denk dat ik een keer naar een andere kap. Niet dat jij niet zo goed bent. Nee, wat dan? Nee, ik wil gewoon wat anders. Hans, jongen, kom op. Ja, Hans. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Jij bent helemaal mijn type. En ik krijg er geen spijt van. Ik zal niet zeggen voor altijd, maar ik krijg er geen spijt van. Onvermurfbaar. Zonde, hè. Zonder grootheid, dan is hij weg. En toen kwam ik eigenlijk door hem op het idee om te gaan solliciteren. Want ik denk, als ik dan geen grootheid meer heb, dan misschien wel naar een hoogheid. Ja. En toen kwam ik nog, ik denk, ach, het scheelt eigenlijk niet zo heel veel. De prins of Hans. Zie je, bijna hetzelfde. Voilà. Want als je dan zegt, prins Amadeiro. Hij heeft ook zo'n lange naam, hè. Prins Amadeiro, ritter van het Rexham. Heer en meester van Oeteldonk en des omringende watervrije moerassen en zandwoestijnen. En Hans de Voort. Hans de Voort. Ja. Ik denk nou, mijn Hetty. En daar ben ik maar gaan solliciteren. En dan wou ik vragen of jullie als referentie op mogen geven. Ja.
krijg over 2 weken te horen of ik het geworden ben. Dan zie ik jullie misschien nog wel. Doei.